Moet iedereen zelf weten, het is een vrij land. Ik roep alleen mensen op dat als ze echt denken, ik heb overlast en hier gaat het goed mis, dat je dan in ieder geval beter de politie kunt bellen, omdat die er ook iets aan kunnen doen. Maar de politie komt toch alleen als er sprake is van een grote dreiging of een vechtpartij. Die komen toch niet als er te veel verkeer door een wijk is of als mensen last hebben van geluid? Ja, de politie komt als er een reden is dat de politie ingrijpt en dat is bij flinke overlast. Dus als je echt denkt, hier is echt iets mis en dit gaat niet goed, dan moet je natuurlijk de politie daarvan op de hoogte stellen. Als het om andere zaken gaat waarvan je denkt, ik vind het niet zo leuk, ik maak me zorgen, maar de wet wordt niet overtreden, dan kun je natuurlijk gewoon ook met ons en het COA erover in gesprek gaan over hoe dat precies zit. Dit toont aan dat staatssecretaris Dijkhoff een wereldvreemde politicus is. Weet u waar de politie mee bezig is? Zal ik u zeggen welke berichten ook in de media de afgelopen dagen zijn verschenen? Dat is dat de politie die in politiewagens in uniform bij mensen aanbelt thuis in de straat die willen protesteren tegen een asielzoekerscentrum. Mensen die helemaal niets verkeerds hebben gedaan. Mensen die zich organiseren in verzet tegen de AZC's. En dan bij de mensen naar binnen gaat en zegt, als u daarmee doorgaat dan, en u doet A of B, dan overtreedt u de wet. Zo'n meldpunt, zeg ik via u tegen de wereldvreemde staatssecretaris, is keihard nodig. En ik ga ze persoonlijk allemaal afgeven bij Mark Rutte in zijn ivoren torentje. Wilders roept weer wat en dan moeten wij weer reageren, natuurlijk. Maar hij doet er niks mee. Het is onrust die er terecht is. Want natuurlijk, ik snap ook wel dat je, als je opeens duizenden vluchtelingen over je heen krijgt, dat je denkt, hadden we dat niet beter kunnen aanpakken? Ja, nou, dat proberen we nu te gaan doen, maar een meldpunt lost niks op. Draagt op geen enkele manier bij aan een oplossing. Wat we moeten doen is sobere, maar goede opvang bieden voor mensen die op de vlucht zijn. En uiteraard veel rekening houden met de mensen die daaromheen wonen. En dat gebeurt zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar het is voor iedereen lastig. Ik zou, als ik de mensen was, het meteen bij het COA melden. Want dat is een stuk effectiever. Maar als de heer Wilders wil faciliteren dat hij het doorstuurt, heb ik daar geen bezwaar tegen.